En vicepresident Ronnie Brunswijk doet een beroep op de gemeenschap om morgen na het défilé niet te gaan feesten. Hij wil daarmee voorkomen dat Suriname in een vijfde COVID-19-golf terechtkomt. Hij sprak journalisten vanmorgen voor de aanvang van de Raad van Ministers. En nadien gaat de president zich terugtrekken en dan gaan we verder. Hoe ziet u RVM vandaag eruit? Want een heleboel ministers gaan ook uitlandig zijn, heb ik begrepen. Zijn er wat bijzonderheden vandaag? Nee, dat is heel normaal. RVM, die zaken die op agenda zijn, wordt behandeld. Vandaag zijn in China extra dingen waarop we willen letten is dat morgen vrij is en dat wij vandaag gaan bespreken wat moet gebeuren met na 2 uur dat alles open gaat. Ik ben bang dat we nog een andere golf gaan krijgen, maar in ieder geval moeten we kijken, moeten we een besluit nemen dat na défilé dat echt niet een chaos wordt, dat iedereen op straat is en dat er geen rekening gehouden wordt met wat betreft de coronabesmettingen. Wat ik de gemeenschap wil vragen is om de COVID-maatregelen acht te nemen en dat wij alsnog als gemeenschap een beetje geduld betrachten, laten we nog niet gaan feesten. We weten dat het anderhalf jaar is en dat mensen willen feesten, maar laten we nog een beetje rust innemen. Vicepresident Ronnie Brunswijk, hij vindt het een positieve ontwikkeling dat het aantal coronabesmettingen daalt, maar benadrukt dat het belangrijk is dat de gemeenschap voorzichtig blijft en zich beschermt tegen deze besmettelijke ziekte. De vicepresident zegt dat de totale gemeenschap er baat bij zal hebben als er geen vijfde COVID-golf komt voor het einde van dit jaar.